En minister Bronto Sommoharjo van Binnenlandse Zaken zei gisteren in de Nationale Assemblee dat het ministerie de verantwoordelijkheid heeft over de ontwikkeling en de richting van het personeelsbeleid van de overheid. De bewindsman zegt dat er in de afgelopen jaren duizenden personen in dienst zijn genomen. Sommoharjo geeft aan dat het opvallend is dat mensen heel creatief zijn geweest om hun wandaden te verbergen. Een voorbeeld, voorzitter, een persoonsnummer is aan persoons X verbonden, jarenlang. En een maand voor verkiezing wordt de persoonsnummer, het nummer wat op uw loonslip staat, aan een ander persoon gewezen. In de hoop dat wij er niet zouden achterkomen wat voor wandaden ze hebben gepleegd, bijvoorbeeld van verschillende directoraten beschuldigingen ontvangen. Maar voorzitter, gelukkig hebben wij slimme koppen op het ministerie die ervoor hebben gezorgd dat niet alleen persoon X, maar ook persoon Y en persoon Z, A, B, C en D, we allemaal op het spoor zijn en die we ook zullen aanpakken. Ondanks zulke foefjes, voorzitter, zijn wij toch op redelijk betrouwbare cijfermateriaal gekomen met onder andere behulp van CBUMA. Nogmaals, voorzitter. De afgelopen regeerperiode zijn er duizenden en duizenden mensen in dienst genomen. Sommoharjo zegt verder dat de duizenden mensen die in dienst zijn genomen gecategoriseerd kunnen worden in drie groepen. Categorie 1, personen zijn aangetrokken, hebben een beschikking, ontvangen al salaris, maar hebben geen werkplek. Wij zijn als regering drukdoende om daarvoor oplossingen te zoeken. We hebben categorie 2, personen zijn aangetrokken, hebben een beschikking in handen, ontvangen en krijgen salaris, maar zijn nergens te bekennen op de werkplek. Voor mij is die oplossing simpel. We bevriezen hun lonen en ze krijgen tijd om te verweren. Dit zijn de zogenaamde inactieve ambtenaren. En dan hebben we categorie 3, voorzitter. Categorie 3, voorzitter, zijn de personen die beschikking hebben ontvangen, maar nog geen loon. De zogenaamde onzichtbare ambtenaren, voorzitter. Deze ambtenaren hebben beschikking ontvangen, maar er is geen enkele papieren trail, geen enkele paper trail die naar deze mensen wijst. Geen cv, geen sollicitatie, geen resolutie van de president, geen verklaring van de geneeskundige commissie, geen advies van het RPA, voorzitter. Maar toch hebben zij een beschikking ontvangen. Aldus minister Bronto Sommoharjo van Binnenlandse Zaken heeft gisteren in het parlement aangegeven dat in de afgelopen regeerperiode er duizenden mensen in dienst zijn genomen van de overheid.